DDS-CAD 17 biedt je nieuwe visualisatiefilters in het gerenderde model voor het ontwerp van sanitaire verwarmings- en ventilatiesystemen. Voorheen was het mogelijk om componenten, U-waardes of het warmteverlies van specifieke ruimtes te tonen. Nu kunnen aanvullende toestanden van de systemen worden gevisualiseerd. Met behulp van visualisatiefilters worden het kritische pad in leidingssystemen, de isolatiewaarde van leidingen en kanalen, geblokkeerde nominale diameters en de stroomsnelheden in verwarmings-, koelings- en riolerings- en ventilatiesystemen nu ook in kleur gemarkeerd in het model. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op de bel om geïnformeerd te worden over nieuwe video's.